Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaine Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video heb upload. Tegenwoordig kun je me dus een bedankje sturen. Vind je het leuk, de content die ik maak, het kanaal dat ik heb en ben je er blij mee, dan kun je me hieronder dus onder de video op de button bedankt een bedankje sturen. Werkt dit nou niet via YouTube, dan kun je in de beschrijving of in de reacties kun je een link vinden dat je het op een andere manier kan doen. Ik bedank jullie enorm allemaal voor de liefde en de cadeautjes en al het moois wat ik van jullie krijg. Ik vind jullie zo lief en voor jullie doe ik dit allemaal. We helpen onszelf en de ander hiermee naar een hoger bewustzijn. En dit is wat iedereen nodig heeft om uit deze 3D lage bewustzijn, hoe we het ook mogen noemen, shit, noem ik het eigenlijk gewoon, uitkomen. Want hiermee worden we totale, echte, waarlijke autonomie. En zelfcontrole en ja, de macht over onszelf en over ons lichaam. Er is zoveel meer jongens. Ik doe altijd even een reminder, omdat sommige mensen nieuw zijn op mijn kanaal. Nou, je kunt deze serie dus terugkijken in de playlist. Dus ga je naar mijn kanaal, dan zie je daarboven een hele balk. Met video, playlist, community enzovoort. En als je op community drukt, dan krijg je bijvoorbeeld alle posts. Dus ben ik eventjes afwezig of komen er nieuwe video's aan met andere soort dingen of interviews met interessante mensen. Dan post ik dat bij de communities of tips of dat soort leuke dingen. Bij playlist dan kun je bijvoorbeeld de hele serie terugkijken van Saint-Germain of andere video's die over een bepaald thema gaan. Ja, ik ga lekker weer beginnen. Want we zijn hier bij redenvoering 19 gebleven. Uit het boek van Saint-Germain. Prachtig boek. Nou, Saint-Germain, 5 december 1932. Aanroeping. Machtige tegenwoordigheid van de opgevaren Jezus Christus. U hebt uw eeuwigdurende heerschappij over alles verworven. U rust sereen in het hart van de eeuwige Vader, terwijl u wonderbare straling die de hele mensheid omhult, laat stromen. Wij loven en danken u. Ons hart vult zich met grote vreugde, omdat de opgevaren heerschaar samen met u, de dageraad, het eeuwige licht voor de zegening van de mensheid ziet en in handen heeft. Door middel van zijn eigen persoonlijke straal zal Jezus nu zijn wens uitspreken voor de studenten. Redenvoering van Jezus. Wanneer ik zei, ik ben de deur die niemand kan sluiten, wilde ik dat de mensheid zou begrijpen dat ik verwees naar de grote ik ben, die het leven is van elke individuele verschijning in de vorm. Ik wenste niet te zeggen dat de persoon Jezus de enige was voor wie dit grote voorrecht was weggelegd. Hè? Voor wie dit grote voorrecht was weggelegd. Beminde kinderen van de ene vader, ieder van u heeft dezelfde machtige tegenwoordigheid in zich. De grote ik ben, die ik heb en die ik had toen de laatste en eeuwige overwinning bereikte. Nou precies, ze hebben ervan gemaakt dat alleen hij het kan. Het is echt te erg gewoon. Hierbij wens ik dat u ter aanmoediging en om uw gedachten te bekrachtigen, zou begrijpen dat het bewustzijn dat ik gebruikte voor deze grote overwinning de ik ben tegenwoordigheid was waarvan het gebruik u wordt aangeleerd. Ik had alle mogelijke wegen geprobeerd toen mijn vastberadenheid en mijn verlangen naar de waarheid mij tenslotte naar de grote meester leidde, die u eens zult kennen. Hij gaf mij dit innerlijke geheim en de krachtige erkenning, en leidde mij naar die machtige tegenwoordigheid, de grote ik ben. Zijn straling stelde mij in staat te begrijpen en onmiddellijk deze tegenwoordigheid in praktijk te brengen. Dit is de enige manier waarop een verpersoonlijking van de goddelijke straal de eeuwige overwinning kan behalen.
Het is tevens de enige weg om een stevig fundament te leggen, zodat geen enkele menselijke activiteit u kan verstoren. Ik wens u nu het eenvoudige, almachtige gebruik van deze tegenwoordigheid uit te leggen. Allen die de machtige overwinning behaalden en die in staat waren hun lichaam te verheffen zoals ik deed, of die hun lichaam reeds tevoren verhieven, hebben de bewuste werking van de machtige, eeuwige Ik Ben tegenwoordigheid gebruikt. Wanneer ik tegen mijn leerlingen en de mensheid zei, de zaken die ik gedaan heb, zult u ook doen, en u zult zelfs grotere zaken doen, wist ik waarover ik sprak. Ik wist dat in iedere persoon of kind van God deze machtige Ik Ben tegenwoordigheid, die u zonder aarzelen voortstuwt, aanwezig is. Ik zeg voortstuwt, omdat ik het precies zo bedoel. Het voortdurende gebruik van uw Ik Ben tegenwoordigheid stuurt u voort, ondanks eender welke handeling van de persoonlijkheid, zolang u zich vastberaden houdt aan dit oprechte begrip, mogen stormen, ellende en verstoring u bedreigen. Want in het bewustzijn van de Ik Ben tegenwoordigheid bent u in staat om rustig en onbewogen te blijven voor de kolkende maalstroom van de menselijke creatie die al dan niet uw deel is. Er is slechts één manier waarop u en de Vader voor eeuwig één kunnen worden, namelijk door de volledige aanvaarding van zijn Ik Ben tegenwoordigheid, zijn energie, zijn liefde, zijn wijsheid en zijn kracht die hij u gegeven heeft. Dit zijn gouden schakels, gouden stappen, waardoor u sereen omhoog klimt naar uw uiteindelijke doel. Elke verpersoonlijking van God moet ooit, ergens door middel van zijn Ik Ben tegenwoordigheid, de weg terugvinden naar de Vader, terwijl hij de kringloop van zijn incarnaties vervult door het gebruik van de activiteit van de persoonlijkheid. De aarde is de enige sfeer waar de dichtheid van de atomaire structuur bestaat zoals u ze ervaart. De bewuste erkenning en het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid die u bent, verheft gestadig de trilling van uw atomaire structuur, terwijl hierdoor de elektronische werking die in het atoom verscholen zit, ontmantelt en bevrijd wordt. Dit stelt u in staat een verlicht wezen te worden. Ik wens dat allen die dit mogen ontvangen of er ooit mee in contact komen, duidelijk begrijpen dat ik geen speciaal wezen ben of ooit geweest ben dat door God anders geschapen is dan de rest van de mensheid. Precies, hoe is het mogelijk dat ze dat hebben? Ook zo'n hypnose. Wow. Het is waar dat ik al eerder bewuste inspanningen had gedaan en dat ik veel bereikt had voor de incarnatie, waarin ik de eeuwige overwinning behaalde. 2000 jaar geleden verkoos ik deze ervaring om het voorbeeld te geven dat elke verpersoonlijking van God vroeg of laat zal en moet volgen. Ik dring erop aan, beminde kinderen van God, dat u mij zou zien als uw oudere broer, die één is met u. Wanneer ik zei of de boodschap achterliet, ik ben altijd met u, betekent dit dat ik ben, God, tegenwoordigheid, die ik ben en die u bent, één en dezelfde is. Ziet u daarom niet hoe ik altijd met u ben? Ja. Net als dat ik praat nu, ik ben altijd met u. Ja, ik ben ook bij jou en jij bent bij mij. Net zoals Jezus en alle andere opgevarenen met ons zijn, wij kunnen direct contact met ze leggen. Denk hier diep over na en probeer deze werkelijkheid te voelen. Nou, ik voel hem. Tijdens en na mijn hemelvaart zag ik de oneindigheid van de straling, die ik vanuit de sfeer die het beste bij mij paste om te verblijven, zou kunnen laten uitstromen naar mijn beminde broeders en zusters op aarde. Ik zou u naar waarheid willen zeggen, iedere persoon die zijn bewuste gedachten naar mij wil uitzenden, met het verlangen verheven te worden,
boven de aardse begrenzingen of de beperkingen van zijn eigen creaties en die overeenkomstig wenst te leven, zal mij alle mogelijke hulp ontvangen die kan gegeven worden. Naargelang het niveau van ontwikkeling dat hij op dat moment in zijn bewustzijn bereikt heeft. Versta mij op dit punt niet verkeerd. Wanneer ik verwijs naar ontwikkeling, spreek ik over de mensheid in het algemeen. Ik verwijs niet naar sommigen die eerder al voldoende bereikt hebben, waardoor zij door het huidige gebruik en de volledige aanvaarding van hun ik-ben-tegenwoordigheid de sluier die de mens geschapen heeft, kunnen verscheuren en op ieder ogenblik kunnen binnentreden in de omhelzing van de opgevaren, schitterende ik-ben-tegenwoordigheid. Voor sommigen in deze groep studenten is het mogelijk dit te doen. Het hangt volledig af van henzelf, van de rustige en evenwichtige intensiteit waarmee ze zich bewust worden van hun ik-ben-tegenwoordigheid. Ik breng u dit grote nieuws, omdat ik het ondervonden heb in mijn eigen persoonlijke ervaring. Voor ik duidelijk besloten had op welke manier ik het voorbeeld zou geven aan de mensheid, begon ik plots vanuit een innerlijke opwelling de bevestiging te gebruiken. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is iets wat hij heel vaak zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Toen ik met grote vreugde deze bevestiging begon te gebruiken, zag ik binnen de 48 uur wat er te doen stond en ik wens u ervan te verzekeren dat het bewust, dus het bewuste gebruik van de machtige bevestiging, ik ben, de woorden ik ben zijn de bevestigingen, want je bevestigt iets, de opstanding en het leven, dus ik ben de opstanding en het leven, mij in staat stelde de verheven staat te bereiken, in tegenwoordigheid van zoveel en dit voorbeeld voor de hele mensheid in de etherische documenten te registreren. Het zal daarvoor eeuwig vermeld blijven. Het is spijtig dat de sluier van de orthodoxe leer over het denkvermogen van de mensen werd gelegd en zo verhinderde dat zij begrepen dat ieder van hen dezelfde ik-ben-tegenwoordigheid in zich had als ik. Dat zij hetzelfde konden bereiken en dat zij ook de eeuwige overwinning konden behalen. Beminde studenten, dit is mijn persoonlijke boodschap die ik u nalaat, gesproken doorheen de straal van licht en klank. Met voldoende bewuste voorbereiding kan ieder van u in deze straal binnengaan, zien en horen. Ik verzoek u nogmaals ernstig aan mij te denken als u als aan uw oudere broer die klaarstaat om u altijd hulp te bieden. Denk niet aan mij als aan een verheven wezen, dat zo ver buiten uw bereik is dat contact onmogelijk is. Want de ik-ben-tegenwoordigheid die het mij mogelijk maakte de verheven staat te bereiken, is dezelfde ik-ben-tegenwoordigheid die u in staat zal stellen om net zoals ik de verheven staat te bereiken. Het moet in ons geprent worden. We kunnen het allemaal. Vandaag krijgt u tevens hulp van de grote opgevaren heerschaar van wezens die de eeuwige overwinning behaalden en die vreugdevol tot uw dienst staan terwijl u zichzelf voorbereidt. Ik omhels u met mijn liefde. Ik herhaal nogmaals, ik ben altijd met u. Saint-Germain, had ik geen verrassing voor u? Nou, hij is altijd met ons. Iedereen is altijd met ons. Iedereen kunnen we bereiken. Want het is hetzelfde licht. Het is al hier. We kunnen nu direct contact maken als we willen. Ik maak contact met jullie. En ja. Nou, zegening. Grote tegenwoordigheid. In de volheid van uw machtige stilte komen wij om te rusten, om uw vrede te voelen en om uw alles doordringende harmonie lief te hebben. Machtige tegenwoordigheid van liefde,
die het hart van alle mensen doet kloppen. Versterk uzelf in hun hart. Vestig hun bewuste aandacht op u en houd ze gericht op u. De grote liefdester in ieders hart. Verheerlijk uw tegenwoordigheid en schepper in hen. En zegen alle mensen met de kracht om enkel naar u te kijken en standvastig in uw licht te staan. Prachtig stuk. Echt heel mooi. Het is helemaal waar. Nou, we zijn beland bij redenvoering 20. Dit was redenvoering 19. Ja, ik moet er altijd eventjes van bij komen. Ik heb ook een hoop gelezen vandaag, want ik heb een aantal series achter elkaar, dus een aantal hoofdstukken achter elkaar gelezen. Vandaar dat jullie mij in dezelfde jurk zien, want dat weten jullie denk ik inmiddels. Nou, lieve volle mensen, I love you heel erg veel. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op abonneren en mis geen enkele video van mij. Tot volgende week.